Welkom. Welkom. Bij je product update nummer 31 alweer. 31. Al kerst. Het is alweer kerst, ja. Deze video komt online op donderdagavond. En het is in dit geval kerstavond. Het jaar is voorbij gevlogen weer. Ja, dat is niet normaal. Als je ziet hoe... ik weet niet, vorig jaar zat ik hier nog met mijn kerstmuts een van de eerste updates te doen. En als ik nu bedenk dat alweer kerst is, abnormaal. Ja, het is een heel goed jaar voor ons geweest. Google zit helemaal in de lift, dat merken we ook. En dat is cool, daar zijn we heel blij mee. Ja. Heb ik hartstikke druk. Je merkt ook aan de hoeveelheid nieuwe spullen die hier binnenkomen. Ook aan de lezingen en alles, dat het weer lekker bubbelt. Dat mensen weer bezig zijn met magic. Ja, toevallig. Dat is goed. Toevallig was gisteravond in het Limburgs kerstcircus. Ja, je moet er een stukje voor rijden. Wij zitten dat geleen. En die hebben het thema Magic Moments. Dat is eigenlijk een hele circus show, zeg maar. Mm. En het teken van magic. Niet alleen goochelen, maar alles. Heel cool. Mocht jij met kerst nog wat tijd over hebben, je denkt, dat vind ik gaaf om te zien. Reserveer je kaartje via limburgskerstcircus.nl. Ik zal het even hier in beeld zetten. Het is echt de moeite waard. Je hebt laser act, je hebt illusionisten. Er zitten ook dieren in, maar hele frisse acts. Ik noem papegaaien bijvoorbeeld. Erg leuk. Er zit ook een paardennummer in, maar dat is het enige wat mij deed herinneren aan een circus. En de rest wordt allemaal echt super modern. Mooie belichting, goede muziek, aardige mensen, hele gezellige sfeer. Dus als je nou denkt, ik wil ergens naartoe met de kerstdagen, daar naartoe. Magic Moments. Yes. Genoeg gepraat over kerst. Ja. Wat hebben we al in de aanbieding? Laten we eens beginnen met een mentaal experiment. Oh, cool. Ik heb hier iets wat lijkt op een... filmrol doosje. Ja, mee eens. Voor de hele jonge kijkers. Jullie weten misschien niet eens wat een filmrol doosje is. Ja, maar vroeger hadden ze apparaten. Er gingen filmrolletjes in. Maar dat is een beetje hetzelfde. Er zit een klein doosje weer in dit grote doosje. En daarin, daar zit een dobbelsteentje. Nou, dit is gewoon een dobbelsteen met 6 verschillende kanten. Zoals een dobbelsteen er altijd hoort te zien. Ja. Ja. Zeg René, je mag een aantal ogen kiezen. Ja. En met die aantal ogen leg je hem naar boven in het deksel. En dan doe je het dekseltje weer terug erop. Ik ga zelf rollen achter mijn hand. Waarom? Dan weet je niet wat niet afgesproken is. En dat nummer wat boven ligt, dat gaan we pakken. Zo. Ja, zit erin. Yes. Wacht even. Ja, zit erin. Ja. Even checken dat je niet uit doorheen kan kijken. Oké, nou dan ga ik jouw ding stop ik dan hier in dit ding. Zo. Ja. Oké, dan mag je die zo met je hand erboven. Oké. Jij weet natuurlijk ook niet welk getal erin. Ja, ik heb het ook gezien. Oh, je hebt het wel gezien. Ik heb het op de camera laten zien eventjes. Ja. Oké. Dit is nummer 2. Volgens mij. Wat nou? Ja, nummer 2. Alrighty. Voor deze moet je wel sparen. Dan moet je echt... Er zijn dus van die dingen waarvan je zegt, er is gewoon het geld echt dik en dubbel waard. Ja. En het is niet iets wat je elke dag koopt. Nee, zeker niet. Nee. Maar voor degenen die er interesse in hebben, is het echt wel... dat is niet waar. Nee, het is denk ik een van de... goedkoopste trucs die we hebben. Ja. En misschien wel ook een van de eenvoudigste. Maar ook een hele sterke, hoor. Ja, dat is zo. Ik laat hem hier regelmatig in de winkel zien. En in principe neemt iedereen hem mee. Is ook zo. Wat kost dit dingetje? Het heet Wonder Dice Divination. Yes, 3,5 euro's. 3,50 euro. En geloof me, doe de truc. We hebben vaak ouders hier ook met kinderen die komen. Kinderen hebben natuurlijk niet veel te besteden. Vaak hebben we een spaarpot bij. Of we willen dan liefst voor een x-bedrag zoveel mogelijk trucjes. Dan laten we vaak van dit soort dingen zien. En dan snappen de ouders ook niet. En vaak zeggen de ouders, doe mij hier ook maar eentje. Weet je wel, om de vrienden te verbazen of wat dan ook. Het is gewoon een heel sterk ding. Ja. Heel sterk. Ja, en ik, om aanvulling, ik heb ooit een keer iets gezien. Had een gast die had 6 enveloppen verstopt. Ja. Eentje onder de bank. Eentje... achter een schilderij. Ja.
Dus welke kant u gooit, zegt hij, ja, ik heb, kijk maar eens achter de schilderij. Ja. Want die met hij kwam nooit onder de bank dan, weet je wel. Dus waren zo zes verschillende plekken. Ja, snap ik. En als aanvulling daarop. Dus als iemand één gooit, zei hij, en ik heb hier een envelop. Ja. En nummer één. En als hij twee gooit, zei hij, ik heb hier tussen de dvd staat een kaartje en op nummer twee. Precies. Ja. En misschien als je met de kerstmis allen bij elkaar zit. He, dan kun je toch van tevoren een beetje wat prepareren. Of in mijn zak. Of, onder de pan, onder de koekenpan. Dus jongens. Maar bedenk me even iets. We laten die twee dingen één special zien. En die lijken wel op elkaar eigenlijk. Maar dat maakt niet uit. Maar dat laten we zo meteen zien. Maakt niet uit. Wonder Dice, ik vind het een gaaf ding. Ja. Ook voor 3,5 euro. We laten u elke keer, de laatste updates, iets zien wat helemaal niet duur is. En wat we al heel lang verkopen, wat gewoon veel effect heeft. Vorige keer was dat de Bandit Ball. Dat was een keer de Jordan Ellis Ring. Daarvoor was het de Ring On Off Laser. Dat zijn echt allemaal dingetjes gewoon onder de 10 euro. Die echt heel, heel gaaf zijn. En als je elke keer alleen dat dingetje al koopt, dan heb je al een leuke act. Die hebben zich de tijd al bewezen, toch? Ja, vind ik. Absoluut. Ja. Ja, zeker weten. Zo kwam ik een oud effect tegen ook. Dat heet eigenlijk Pointer van Phil Goldstein. We kwamen een ander jasje tegen. Mooiere kaart, ook pokerformaat, want het origineel is een bridge. En het idee is dit. Je hebt vier pijlen, ze allemaal groene pijlen. Kijk, 1, 2, 3, 4. En die pijlen die wijzen allemaal naar het publiek. Maar dat zijn een beetje vreemde pijlen. Die, als je één pijl namelijk omdraait op deze manier, zo... Dan doen die anderen het exact hetzelfde. Ik heb hier vingers en dan wijzen al die pijlen wijzen mijn kant op. Dat is vreemd. Sterker nog, dat kan niet alleen met de voorste pijl, maar het kan ook met de achterste pijl. Als je de achterste pijl omdraait zo, net wezen ze nog naar mij, dan wijzen ze weer allemaal terug, zie, naar het publiek. En dat is vreemd. Nog vreemder is, als je van die vier pijlen, als je daar één pijl uithaalt, zeg maar, ik zal even eentje opzij leggen zo, wat hou je dan over? Dan hou je over, opnieuw, vier pijlen, zie je? Vier groene. We hadden het niet gehad over rode pijlen. Die zijn er namelijk ook. We hebben namelijk ook nog vier rode pijlen, zie je? Dus we hebben vier rode en vier groene pijlen. Nou, mocht je in de problemen komen, er zitten altijd reservepijlen bij deze truc. Dus als je denkt, komt pijlen tekort, hier zijn er nog een aantal. Ja, Amazing Arrow. Is ook niet moeilijk. Er zitten eigenlijk twee handelingen in die je zou moeten kunnen beheersen. Dat is een Elmsley count en dat is een double lift. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Dat vind ik wel goed dat je dat weet. Geen paniek. We hebben een Nederlandse instructie gemaakt. Een video daarvan. Dus je leert hem online. Is echt niet moeilijk. Daarin leer je en de Elmsley count en de double lift. Dus in principe in een videootje wat erbij zit leer je alles wat je moet weten. Amazing Arrow Card Trick kost 7,50 euro. Dus weer eentje onder de 10 euro. Ja. Sorry. Ja. Maar die zijn er ook, die moeten er ook zijn. Toch? Ja, klopt. Ja, ook een leuk ding. Ook een leuk ding. Ja, ik heb hier iets wat jou wel bekend voorkomt. Het is een kaartspel. Een spel kaarten. En een aantal stickertjes. Mooie normaal kaart. Laat ik altijd iemand zijn naam op de kaart zetten, maar het is ook kredietcrisis voor mij. Oké. Zeg, je mag er een kaartje uitkiezen. Eentje die je mooi vindt. Ja, ik weet niet, de achterkant is allemaal hetzelfde, maar... Ja, is goed. Ja. Maar misschien... En dan mag je dan een stickertje opplakken als je wil. Je gaat voor de gele, zie ik. Yes. Geen gele. Dat is wel heel toepasselijk. Goed. Waar komt dat vandaan? Nee, maar nee, oké. Gaat hier in het midden? Ja. Ja, ik zal het één keer laten zien. Hier erbovenop. Ja. Ja. En goed. Oké, ja. Gone. Ja. Nou ga ik proberen jouw kaart terug te vinden. En dat is natuurlijk makkelijk. Nogal. Want op de achterkant... zit een sticker. Daar zit een sticker. Juist. Dus nou duidelijk, deze kaart is het dus niet. Het mooie is, als je... Kijk, dan komt er wel een stickertje op te staan, maar... Volgens mij had jij een blauwe sticker, geloof ik, toch? Of? Nee, een gele sticker. Een gele sticker, jawel. Ja, dat is een gele sticker inderdaad. Nou, is het wel een gele sticker. Ja. Even kijken op welke kaart jij gekozen.
Klaverkoning. De Klaverkoning. Oh jee. Dan gaan we eens kijken. Ja, Klaverkoning was de het, ja. Klaverkoning. Ja. Met de gele sticker erop. Ja, super. En inderdaad, recycling zeg maar. Ja, mooi. Mooi hoor. We hebben dit al... Hologram. Ja, hologram heet het nu, hè? Ja, met DVD, hè? Ja, van David Stone. Nou, als je het werk van David Stone kent, dan weet je hoe goed het is. Ja. Ja, je hebt nog meer mogelijkheden om deze uit te voeren. Meerdere routines staan er ook op, heb ik gezien. Ja, dit is in principe net uitgepakt. Ja, we hebben net gedaan. 5 minuten voor de update hebben we deze uitgepakt. Mark heeft even gekeken. We zeiden, nou, we gaan het zo doen. Dus... Eigenlijk hoor je drugs te oefenen, zeiden we ook tegen alle klanten. Wij krijgen hier momenteel gewoon... Het is echt druk, serieus. Ja, serieus. Geen tijd voor. Dus we hebben... Ja, als je het oefent, is het super visueel. Check de trailer ook. Dan zie je ook wat er gebeurt. Hoe visueel dat de stip kan verschijnen als je dat echt oefent. Ja, ja. Wat nou... Bleef ja. Mijn duim een klein beetje hard. Ja, oké. Okay, ja, misschien niet helemaal soepel. Nee. Maar het verscheen wel. Maar normaal is het echt gewoon bam. Ja, ja. Dat maakt het heel cool. Ik zal het ook even hier in beeld laten zien. Ja. Dan zie je dat, hoe die stip verschijnt. Ja, het is gewoon heel cool. Het is, vroeger was het op de markt onder de naam Spot. Kreeg je 1 gimmick. Lang niet zo degelijk als dit. Niet zo mooi, niet zo stevig. Ja, goed, ik heb natuurlijk geen ervaring ermee nog. Maar ik heb wel gezien dat de gimmick, omdat hij zo degelijk is, veel en veel en veel langer meegaat. Vroeger had je papieren stickers. Die moest je telkens als die op waren ergens zien te vinden dat ze weer matchten met jou. Kaart. Dit zijn, ja, het is een speciaal soort plastic of metaal. Wat je kunt blijven gebruiken. Een degelijk stickertje. Ja, degelijk stickertje. Dat zijn ze ook. Het is een speciaal materiaal dat ontwikkeld is, wat gebruikt wordt voor deze stickers, zodat je ze keer op keer opnieuw kunt gebruiken. Dus dat is ook wel mooi. Ja, voor de rest. Ja. Je gebruikt je eigen bicycle spel. Je hebt ze in rood en blauw, kun je kiezen. Dat is dan de kleur van de kaarten die je krijgt met de gimmick, zeg maar. Toch? Ik vind, als je dat oefent, heb je echt een geniaal ding, hoor. Ja, vind ik ook. Zeer visueel. Je ziet zo de dingen echt opgaan. Dat ging net niet helemaal lekker, nogmaals. Nee. Maar nee. Kijk, dat filmpje, zoals je het filmpje ziet, dat hij zo blurt. Zo zie je het ook echt. Ja, zo is het ook echt, ja. Dus dat is niet gevideo-edit of zo. Dus, okay. Ja, in principe niet moeilijk. Je moet het even vaker gedaan hebben, maar dan... Maar dat is elk truc. Hij kost €45. Hologram van David Stone. Okidoki. Ja. Dan hebben we nog iets anders. En wederom een kaarttruc. Heb je ooit gegokt? Balletje, zeg maar iets? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, heb je dat gedaan? Echt geld ingezet? Nee. Ja. Echt? We hebben balletje in hier in het casino. Oh ja, casino. Oké, maar dan is je kans iets eerlijker. Stel voor dat je een aantal kaarten hebt. In dit geval zijn het allemaal jokers, zeg maar. En jij mag zo meteen de enige afwijkende kaart eruit zoeken. Enige afwijkende, dat is het idee. Okay. Nou, ik zal even laten zien wat ik bedoel. Je legt hier bijvoorbeeld 3 jokers neer. Dan hebben we 1 afwijkende kaart. Dat is de... vrouw, zeg maar. Dan houden we nog een aantal jokers over, zie. Mm-hmm. En stel nou voor dat jij tussen die jokers moet proberen de afwijkende kaart te zoeken. Ja, oké. Okay. Oftewel, laat ik zo zeggen, jij moet tussen al deze kaarten de enige afwijkende kaart zien te vinden. Nou, ja, gaat het lukken? Oké, dat dan. Daar komt-ie, hè? Ja. Oké. Okay. Je kan het op alle manieren doen. Waar ligt de enige afwijkende kaart? Nou, hier. Dit is de afwijkende kaart. Toch? Helaas. Hoezo? Want dat was de enige... Ik zei de enige afwijkende kaart. Kijk, want je hebt namelijk een vrouw gekozen. Het zijn allemaal namelijk vrouwen, zie je. Want de enige afwijkende kaart was deze joker geweest. Dat is Hussel. En Hussel... Okay. Hussel, als het laat zien alle kanten trouwens. Hussel kost met de DVD €32,50. Compleet met de kaarten, instructies op DVD. Is het moeilijk? Nee. Wel leuk. Ja, is wel leuk. Het is geen lange routine. Hoeft het niet altijd. Nee, maar ja, dus, ook deze hebben we ik heb hem 2-3 keer even gedaan voor de update, zeg maar, om er mee te spelen. Dat we het ook kunnen laten zien hier.
Maar dat is ook een leuk ding. Als je dat in een goed jasje giet, een leuk verhaaltje erbij, heb je een prachtige truc. Hustle van Juan Marcos. 32,50. Yes. Nou. Ja. Ik heb hier iets in de koker zitten. Ik kan hem niet laten zien. Want dit wat hierin zit, is tevens de gimmick. No, het is echt een... Ja, een ding wat je niet mag zien. Ja, nou, een mooi ontworpen... Gadget, toch? Gadget, ja. Gadget, ja, dat is het juiste woord, ja. Ja. Ik kan hem je ook niet laten zien. In het filmpje wat hier boven afdraait. Boven, beneden of ergens hier op het beeld, ja. Dan zie je wat het gebeurt. Het is echt heel leuk. Bij street magic, want het maakt het heel organisch met zo'n blikje. Nou, wat gebeurt er? Het blikje ligt op de grond, ingestampt, geplet, zoals we blikjes wel eens zien. Je gaat er bovenop staan, maar je hoeft een... Je zuigt hem eigenlijk weer terug, opnieuw, bang! In vorm. En, maar je kan hem nog openmaken en opnieuw al drinken. Bizar toch? Ja. Dit is een super gaaf apparaat. Ja. En je moet wel, ik weet niet of ik dan te veel verraai. Ik weet niet wat je wil zeggen, maar ja, goed. Dat is lastig. Dan doe het voor de zekerheid niet, dan, okay. Denk ik. Of probeer het op een code te vertellen. Ja, Moet je... Oké, okay, ja, nou ja, ik zou dat niet melden. Als je piep toen heb gehoord, heb je iets weg. Nee, ik zou het niet doen. Maar het is gaaf. Het kan met alle smalle blikjes. Ja. Dus, de Chocomel. Ja, van Spa Rood. Ik weet niet of die nog die blik zit ik ook wel niet dikker volgens mij. Maar ja, ook van die smalle Red Bull. Daarom gebruik je in het filmpje Red Bull omdat het een smalle blikje is, zeg maar. Kast is volgens mij. Ja, goed, in ieder geval allemaal die lange en smalle blikjes, zeg maar. Daar is dit op gemaakt. Er zit zelfs op de instructievideo een mogelijkheid om met een gesigneerd blikje te doen. Dus je leent een blikje, signeert hem, trapt hem plat, herstelt hem, geeft hem uit handen vol met de handtekening. Nou, bedenk even. Hè, stel je wil een cool filmpje maken voor YouTube of een of andere Street Magic Special. Dat was een hint aan alle mensen die Street Magic Specials maken. Nee, dan is dit gewoon heel cool. Kom op, hé. Neem dit een paar keer achter elkaar op met verschillende mensen. Film de reacties en je hebt gewoon... Ja, dit is onmogelijk wat er gebeurt. Ja, we moeten wel, na die één keer gedaan, wel resetten. Ja, oké, maar dat is op zich... Ja, je moet wel resetten, maar dat is relatief snel. Het is niet zo dat je daar... Ja, goed, je kunt het niet tussen de mensen doen, maar... Het is niet dat je daar nu een uur mee bezig bent, zeg maar. Maar je moet het inderdaad wel doen. Je moet het wel even doen, ja. Ja, dat klopt. Ja, Rise. Ja. Gimmick met online instructie voor 99 euro. Strakke prijs hoor, strakke prijs. Ja. 99 euro. Rise. Dan staat hier ook een heel gaaf ding. Ik pak hem even bij. Zo, zetten we even zo neer. Ja, het is geen verrassing. Wat is dit? Dit is een... spiegel in een frame. Kijk, maar we zien ook. Spiegel in een frame. Je ziet nu de kamer, je ziet alles wat hier aan spullen rondom staat ook. Zetten we even hier zo in. Zo. Nou, belangrijk van de spiegel is dat je hem goed schoon houdt. Ik weet niet wat je allemaal ziet. Ik zie van alles. Ik zal een beetje zo. Je ziet ons en je ziet alles. Maar niet. Belangrijk is dat je een spiegel goed schoon houdt. Daarvoor heb ik deze doek. Ik ga even een beetje bij staan. Dat is makkelijker. Want als je namelijk die spiegel goed schoon houdt, dan zie je iets heel raars. Het is namelijk een soort toverspiegel. Op mijn commando namelijk. Mm-hmm. Kijk, als ik dit doe, let op. Zo. Dan zuigt die doek zich namelijk in de spiegel. Die gaat helemaal vanzelf in de spiegel. Zie je? Die gaat helemaal vanzelf in de spiegel. En het enige wat je hoeft te doen is met je vingers even over dat gaatje te wrijven op laatst. Zo, op deze manier. Zie? En dan wordt dat gaatje weer helemaal heel. En het coole is dat je die spiegel nu gewoon even af kunt halen. Kunt laten zien. En er is helemaal niks te ontdekken. Nou, dit is de Silk Through Mirror Deluxe. Nou, dit was tot een jaar of drie geleden een item wat gemaakt werd door Mikami, Japan.
Ziet er ook exact hetzelfde uit. Het is geen origineel, het is een replica. De oude versie werkte niet op batterijen. Op batterijen? Ja. Deze werkt op batterijen met afstandsbediening. Heel cool. Je kunt je daar misschien even niks bij voorstellen, maar het werkt echt zo. Het is goed gemaakt. Serieus, het is mooi gemaakt. Prijs €325. Ja, het is gewoon echt €325 voor de Silk Tour Mirror Deluxe, die we nu weer even op de site gaan zetten. Oké. Okay. Leuk. Wacht even. Slaap. Gaat niet lukken, hè? Nee. Ik heb de DVD nog niet gezien. Oké. Okay. We hebben nou een hele coole DVD, genaamd Induction. Induction, nou ja, als je geïnteresseerd bent in toneelhypnose of hypnose technieken, komen er soms nog gave dingen uit, hoor. Het is echt, hypnose is sowieso een interessant item. Absoluut. Dat is iets wat de laatste jaren ook mede door televisie toch wel heel veel interesse heeft gekweekt. En als jij nou zegt, ik wil serieus daarmee aan de slag, dus niet, ja, ik vind het grappig of ik vind het leuk, serieus daarmee aan de slag, dan kun jij met behulp van deze DVD, echt, als je technieken gaat toepassen die hierop staan, ben je de echte hypnotiseur. Je leert dus niet gewoon even simpel puur techniekjes, maar je leert ook hoe je je show kunt scripten, dus hoe je je show opbouwt, hoe je inductie opbouwt, hoe je eigen inductie te schrijven. Inductie is het verhaal waardoor mensen in hypnose raken overigens. Alles wat je daarvoor nodig hebt zit erin. Je live show zie je fragmenten, dus je ziet eerst alle technieken, alle geheimen en alle toepassingen die Spire die gebruikt. Daarna zie je live hoe hij eigenlijk die dingen in het echt ook doet. Dus je ziet meteen praktijkvoorbeelden van dit alles. Ja, het blijft fascinerend. Hij verkoopt heel goed de DVD-set. Zijn er twee. Dus ik zou zeggen, als je er interesse in hebt, ik knip tot drie in mijn vingers. Ik knip tot drie. Ah, dat gaat lekker. Ik tel tot drie. Knip ik in mijn vingers. Dan zeg jij je PC, zet je dit filmpje even stop. Ga je naar de site en dan bestel jij een action. Drie, twee, één. Oké, als je dit ziet, dan heb je ze net in de film gesteld. Gefeliciteerd. Ja. Nee. Jongens, we zijn weer bezig. Oké. Nee, induction kost €65. Maar pas op, als je dit leert, heb je voor €65 kun jij hypnoseshows gaan geven. Nou, ik weet niet, als je ooit hebt gekeken en je bent goochelaar en je geeft shows, hoeveel je hebt geïnvesteerd om alles wat je ooit hebt gekocht, om waar je nu bent met goochelen. Nou, €65 peanuts als je ziet dat je daar hypnotiseur mee kunt worden. Kijk, tuurlijk kun je het al verder uitbouwen. Maar het is eigenlijk all you need to know om daar echt mee serieus aan de slag te gaan. Induction. Nou, dit papiertje lijkt een normaal papiertje. Mm-hmm. Mensen die wel eens flespapier kopen hier, die weten dat het niet zomaar een normaal papiertje is. Ja. Normaal gesproken moet je hem aansteken, maar deze keer kun je hem aansteken zonder... Lege handen. Zonder met lege handen, ja. Ja. En het is een gimmick waarmee je dus papier of flashpaper kunt laten ontbranden. Er komt een soort van gloeipunt. Ja, je wordt een hittebron. Ja? Is ja. Een hittebron die het ontbrandt. Precies, dus daar hou je in feite gewoon je flashpaper tegenaan en dan ontvlamt die. Dus, ik kan me in mijn eigen dingen wel eens voorstellen dat ik dat zou willen doen. Ja. In plaats van met een aansteker. Een aansteker, ja. Of een kaars. Ja. We hebben al meerdere producten gehad vroeger. We hadden Pyrofreak, we hadden nog wat van die dingetjes. En dat waren allemaal dingen, zeker bij, met een gloeidraadje. Mm-hmm. Nadeel van een gloeidraadje is dat die dingen na een tijd gewoon, na een tijd, door verkeerd gebruik, stuk gaan. En is gewoon klaar. Dit is niet een gloeidraad, maar dit is een gloeipluk, zeg maar. Ja, ja. Nou, dit is goed gemaakt. Dit is professioneel spul. Het is oplaadbaar. Ja, oplaadbaar, ja. Magnetisch. Ja, magnetisch. Ja, een kabeltje gaat in je gimmick. Ja, en het is gewoon... Tik. En hangt er aan de USB. Dus geen... voornamelijk China komt ook rommel. Dit heb ik niet gezien over China nog. Zal er ongetwijfeld op komen. Maar... daar heb je spullen vandaan, maar ook met opladers, met accu'tjes. Accu'tjes die afbreken, accu'tjes die stuk gaan. Connectiepunten die stuk gaan. Je hebt hier geen losse accu's. Je hebt hier alles mooi ingebouwd. Het is echt, ja. Ja.
Hetzelfde als de. We hebben 1 of 2 updates geleden hebben die flesser laten zien waar je lichtfles mee maakt. Ja. Ja. Dit is dezelfde kwaliteit, dit is topspul. Ja. Ja, inderdaad. Het is hartstikke gaaf hoor. Ja, zeker, zeker. Quanta costa? €95. €95, maar heb je wel een heel cool ding. Absoluut, ja. En eventueel voor mensen die weten hoe dit werkt, eventueel, het is op maat te maken ook nog, enigszins, toch? Het is aan te passen. Ja, je krijgt er extra spullen bij, waardoor het beter past. Juist. Laat ik het zo zeggen. Juist. Ja? Dus, burn. Okay. Ja. En dan hadden we dat met het kokertje, die Wonder Dice Divination. Ja. Zei ik al, we hebben eigenlijk nu 2 dingen in 1 update die op elkaar lijken. Ja, en daar bedoelde jij... Ja. Deze kubus mee. Maar laten we er wel even bij zeggen dat dit... We laten het zien. Ja, oké. Okay. Een kubus. Mm-hmm. Kubus met... kleurtjes. 6 verschillende kleuren. Juist. De toeschouwer. René in dit geval. Tadaa. Die mag een kleur kiezen en jij als goochelaar, mentalist, kijkt niet naar de kleur die hun kiezen. Ik denk maar ik heb hem gekozen. Maar als ik hem gekozen heb, wat moet ik dan... Ja, leg dit dingetje maar eroverheen, dat ik het ook niet meer kan zien. Oké. Oké, dus ik moet de kleur boven leggen. Duidelijk. Okay. Ik kies een kleur. Ja. Oké. Ja. Klaar? Ja, is klaar. Hij is okay. Okay. Nou, 6 verschillende kleurtjes zouden naar boven toe kunnen liggen. Ja. Dit is een blauwe. Ja. Blauw. Dit hoort er niet bij, hoor, trouwens. Dit hoort er niet bij. Nee, dit hoort er niet bij. Je hoeft je hand er niet op te leggen. Nee. Ook, je kunt in theorie... in een andere ruimte gaan staan. Ja. En dan weet je het nog. Hè? Dat precies. Is echt cool. Ja. Wat je net hebt gezien met het kokertje. Het kokertje hanteer je zelf. Moet je zelf daar hanteren. Zit het, dat zeggen we even heel duidelijk bij. Ja. Dit is... Ja, al ga ik aan de andere kant van de winkel staan. En ik kies een andere kleur. Stel, whatever kleur dat ik ook zou pakken, zeg maar. En ik zou die neerleggen. Zo op deze manier. Ja. Dan nog zou jij in theorie weten welke kleur... Dat ik, heb je nou eentje neergelegd? Ja. Het is oranje. Dat is wat ik bedoel. Dus ja. Dit is echt magic of the 21st century. Ja. Of this 22nd. Ik denk, het ziet er ook gewoon heel schuldig uit. En we willen hier niet te veel over verklappen, maar we willen wel wat basisdingen toch wel vertellen erover. Want je weet dus officieel... weet jij welke kant boven ligt? Ja. Dat is het. En dat krijg jij door op een speciale manier. Je weet ook of je in de buurt staat. Ja, je hebt, hetgeen wat jou vertelt, welke zijde boven ligt, kun je zo instellen. Zo is het. Dat je kunt kiezen of je wil weten welke zijde boven ligt. Mm-hmm. Of je wil weten... of je in de buurt is inderdaad. Dus als je iemand de kubus in zijn zak laat stoppen tussen de handen. En je zet je mensen uit elkaar. En je gaat langs die mensen. Kun jij weten wanneer jij in de buurt bent. Ja. Je kunt ook instellen dat je weet of die wordt opgepakt. Mm-hmm. Dus wanneer de beweging in komt. Ja. En je kunt ook beweging en kleur. Dus je hebt heel veel mogelijkheden. En daarnaast heb je een heleboel opties. Je kunt dat visueel doorkrijgen. Je kunt het... doorkrijgen op gevoel. Ja. Jongens, wat is een vage taal vandaag allemaal. Maar we willen het gewoon niet als verklappen. Maar de naam van het ding zegt al meer. Dus als je echt interesse hebt, kun je er even naar zoeken. Lees het op onze site even. Het heet een iCube. Dan zegt het al wat meer. Ja. Nou, ik heb al veel gadgets gezien. Maar ik moet zeggen, qua gebruiksvriendelijkheid vind ik dit echt ultiem. Ik bedoel, als je dit in je zak hebt zitten en iemand zegt, doe iets... Is het niet dat je in paniek moet raken, want ik moet dit nog en dat nog eens dus nog? Nee, in principe is dat relatief snel gefixt. Ja. Ja. En? Cleaner kan het niet. Nee. En als mensen gewoon zoeken wat ze willen, ze mogen, er is gewoon niks.
omdat de kubus speciaal is, er zit iets geheims in de kubus. Nou, die kun je niet openmaken zo. Een toeschouwer kan het niet openmaken, jij wel. Er zitten instructies, maar het is niet heel makkelijk. Ja, het is wel makkelijk, maar niet zo dat je het zo kunt doen, laat ik het zo zeggen. Dus je hoeft niet bang te zijn dat de toeschouwer hem open kan maken. Het geheime ding wat erin zit, dat kun je er ook uithalen. En bijvoorbeeld in een walnoot, in een kaartspel, in een liefstverdoodje, ergens anders in stoppen. En dan geeft dat hetzelfde signaal af. Dus dat betekent dat je dan ook weet wie een walnoot heeft gepakt. Of het gaat om het idee. Het is de elektronica erachter, dat wil zeggen, die is eruit te halen en in andere voorwerpen te plaatsen. En dat is toch heel mooi. Je bent niet gebonden tot dit. Heel vet. Ja, heel vet. Een mooi kerstcadeautje, al is dat waarschijnlijk te laat, want we sturen niet meer op donderdagavond. Maar dat maakt niet uit, voor oudjaar kun je hem ook nog gebruiken. En voor nieuwjaar ook nog. Want deze kost... 325 euro. Ja, het is niet dat je zegt super goedkoop, maar je weet ook niet wat je koopt. Dan wil ik zeggen, je hebt geen idee wat erachter zit. En dan, als je dat weet, dan zou je zeggen, ja, wat vet. Maar omdat het er zo simpel uitziet, denk je, 325 euro... Maar het is meer dan wat je ziet, zeg maar. Ja, en dan zeker in vergelijking met dit. Ja, dat is misschien niet heel slim van onszelf, maar nee. Het is wel. Maar ja. Maar dit, ja, hier kun je gewoon, dus gewoon helemaal van wegstaan. Ja. En dat maakt het wel heel. Dit is inderdaad, je kunt echt mensen in andere ruimte. Je kijkt in een andere ruimte zitten. En dan kun je alsnog gewoon, weet jij dat nog. Dus dit is echt wel heel cool. Je krijgt hier ook een online demo video bij. Oh, nee. Alles, sorry. Fout. We hebben zoveel dingen gekeken. Je krijgt de instructies zitten erbij. Jezus, weer zo vaak. Die zitten erbij. Niet de papier, maar die zitten erbij. Met garantie overigens, als er iets mee is. Geen probleem, dat wordt gefixt. En overigens op de burn van net. Ja, ook een jaargarantie. Het is ook een jaargarantie, maar ja. We hebben vergeten vermeld. Maar een belangrijk detail ook. Dus weet je dat je goed spul koopt, dan zouden ze geen garantie geven ook. Mark? De iCube. Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik hier maar kijk, ja, mijn stoel is niet leeg hier, maar ik heb wel alles gehad wat ik aan het staan. Ja, ik ook. Ja. Nou, wij zijn de komende week is nog kerstvakantie, zijn wij eigenlijk gewoon open. Check of het moet zijn dat we bedenken, goh, we gaan oudjaar zag iets eerder dicht. Zou kunnen, want het is niet de drukste dag van het jaar normaal gesproken. Maar dan check onze site even bij contact als je wil komen voor de zekerheid. Misschien dat we ons daarin bedacht hebben dat we dat hebben aangepast. Zal niet, maar check dat voor de zekerheid even als je wil komen. Voor de rest zijn we gewoon volgende week dinsdag en woensdag sowieso geopend. Want donderdag is oud jaar. Ik moet even denken hoor, ik ben de dagen helemaal kwijt hoor. Het is maandag is de 29ste. 30. Ja, donderdag is 31. Dus dat zou dan de donderdag zijn die we misschien dan eerder dicht zouden zijn. Nou, doe voorzichtig met vuurwerk als je het mag gebruiken. Ja, heel verstandig. En voor de rest, fijne kerst, uiteraard. Namens iedereen dagen. Hier bij Dynamo Magic Shop, we willen je hartelijk bedanken ook voor je vertrouwen in ons het afgelopen jaar alweer. En we hopen met jou samen er een heel tof nieuw jaar van te maken. En magisch natuurlijk. Nog meer magic, want we hebben zoveel plannen. Het enige wat ons ontbreekt is tijd. Ja. Nou, en op zich is dat heel goed dat we gewoon zoveel te doen hebben dat we niet toekomen aan dingen. We hebben ideeën voor mensen, die kant-en-klare trucs die we willen uitbrengen. En er ligt er bijvoorbeeld al eentje op de plank vanaf vorig jaar mei. Nou, we hebben het over 2014. Die ligt al bijna klaar, maar er moet nog een structuur bij. Nou, dat soort dingen willen we echt op gaan pakken. Ja. Maar dan moet er gewoon tijd voor. Ja, gemaakt worden klinkt makkelijk, maar dan zou je pakket blijven liggen. Maar dat komt allemaal goed. Ja. Het bubbelt hier, dus we hebben plannen genoeg. En die zul je allemaal gaan zien in het nieuwe jaar. Yes, tot mensen, volgend jaar. Tot volgend jaar. Hoi. Goedjes. Hoi.